ik doe nu gewoon alsof ik ziek ben. Ik heb geschreven dat ik diabetes heb. Diabetes? Ja, welke diabetes? Dat schreef u in de mail die ik van u heb ontvangen. De mail? De klas van Milan en Soraya heeft op vrijdag het tweede uur Nederland van meneer Volmers. Soraya, wat? Er zitten allemaal propjes in je haar. Jij bent zo'n sukkel, echt. Oh, wacht, hier. Best prank ever. Kauwgom met steentjes. Benodigdheden. Dat is echt briljant. Ja, kauwgom, steentjes, mesje, lijm. Lijm, oké. Stap 2, steentje erin stoppen. 3, stukje aan elkaar. 4, plak de wikkel weer vast. Dat is echt veel te ingewikkeld. Nee, ja, we moeten het echt met iets anders gaan doen. Ja, maar met wat? Wat? Croissantjes. Ja. Wil je er één? Ja, wel. Kom maar. Meneer. Omdat ik gisteren zo zat te etteren. Dus, ja, het lag aan mij, maar soms heb je gewoon zo'n dag. Ik heb een paar croissantjes en ik dacht, misschien wilt u er ook een? Er zitten steentjes in. Je breekt gewoon een stuk kies af. Wat dacht jij? Dit is ronduit respectloos. Ben je niet goed, Snik? Ik kan hetzelfde aan jou vragen, hoor. Waarom geef je die croissantje aan Volmers? Zeker omdat je al wist dat er iets mis mee was, hè? Of niet dan? Ik dacht dat ze oud waren of dat de tammes erin zou zitten. Geen stenen. De volgende dag komt Soraya voor een moeilijke keuze te staan. Zullen we een potje voetballen? Ik heb het eigenlijk best wel druk. Sorry. Oké, dan zie ik je morgen. Ik wilde eigenlijk mijn moeder gaan helpen in het magazijn. Want hoe meer ik help, hoe minder zij hoeft te werken en hoe gezonder ze blijven. Op zich kan het thuis ook wel even wachten. Nou, zeker weten? Ja. Mijn moeder zei zelf nog dat ik Ali het beste kan helpen door hem afleiding te bezorgen. Door het voetballen met Ali komt Soraya later dan normaal thuis. Je moeder is van het keukentrapje gevallen. Ze was wat kasten aan het uitruimen in het magazijn. Maar ze kon er net niet bij, ze stond op een trappetje. En dat ding viel opeens om. Ze maakte een enorme smak. En nu is haar heup gebroken. En ze heeft ook nog een hersenschudding. Ja, ik blijf hier wel helpen dan, nu, denk ik. Dat is heel fijn. Maar alleen als het kan, hè? Ja, tuurlijk. Het is echt geen probleem. Ik had alleen vandaag een beetje druk, maar het is echt... Ja. Okay. Zoals vaker in de pauze is Soraya met klasgenootje Ali een potje aan het voetballen. Hoe ging je selectietraining eigenlijk? Ik weet niet echt. Er waren echt hele goede meiden bij en... Er worden maar 2 uiteindelijk uitgekozen, dus ik wil ook niet zoveel hoop of zo. Ja, daar sta ik eigenlijk ook niet echt op hopen. Ja, heel erg bedankt. Ja. Oké. Doeg! Soraya is voor een project voor Engels gekoppeld aan klasgenootjes Steve en Ebru. Maar ik ga niet voetballen, mijn vader appte me en ik moet even langs de visboer. Ja, mijn moeder kan het niet doen. Oké, weet je wat we doen? Dan gaan we na de pauze gaan we naar de mediatheek, maken we daar die taakverdeling. Soraya, na die pauze, oké? Na de pauze doen we het. Ja, is goed. Je bent er, ik zie je dan. Ja, ik zal er zijn. Oké, is goed. Doei. Tot dan. We hebben net een reservering gehad van een bedrijfshuisje. 30 man. Oh, dat is fijn. Dus okay. We hebben extra's nodig. Ja, yeah. Sorry. Hey. Waar hebben we het over? Steve en ik hebben alles al besproken. Denk je echt dat we nu nog een samenvatting aan jou geven? Je bent dik te laat, Soraya. Ik maak de poster, Steve maakt de flyer en jij maakt de presentatie, oké? In ieder geval morgen om 9 uur, oké, Soraya? Ja. Ik dacht ineens, je kunt ook gewoon meer uren in de dag krijgen. Gewoon een kwestie van eerder opstaan. En of je nu maar 8 uur slaap hebt of 5 uur slaap, het verschil merk je eigenlijk niet. Slapen doe ik wel als ik oud en saai ben. Ik vind het gewoon gek. Ik vind het niet gek. Ik had het eigenlijk wel verwacht. Ik vind het gewoon mega asociaal van Soraya. Misschien geeft zij geen fluit om die opdracht, maar ik wel. En misschien heeft zij geen goed cijfer nodig, maar ik heb die wel nodig. Ze reageert ook niet op mijn appjes. Het is niet de bedoeling dat we hier met hele groepjes bij de wc gaan staan, hè, dames? Nee, maar er zit iemand daar om bijna meer dan een uur. Echt ook heel open. Nee. Wat doe jij nou? Gaat het? Ja. Kijk maar eens aan. Gaat het? Mhm.
Niks aan de hand? Nee. Het maakt niet uit, het is goed. Echt? Ja, want je ligt eruit, Soraya. Nee, Soraya kan nergens wat aan doen. Dat ze in slaap valt, dat ze in het restaurant moet helpen, dat ze niet in een pauze kan komen. Soraya, je vertraagt alleen maar ons groepje en ons werkstuk en wat dan ook. Ik wil een goed cijfer en met jou lukt dat gewoon niet. Het is de eerste pauze van de dag. En terwijl klasgenoten van hun pauze genieten, gaat Soraya aan haar huiswerk. Dit ga je toch niet echt naar Vermorseld sturen? Hoezo niet? Is toch juist slim? Kan ik eerder naar het restaurant om te helpen en dan maakt niemand zich zorgen. Ik doe nu gewoon alsof ik ziek ben. Ik heb geschreven dat ik diabetes heb. En dat ik daarvoor soms naar het ziekenhuis moet voor, hoe heet het ook weer, glucosemetingen testen iets. Ja. En dat ik daardoor geen tijd had voor huiswerk en zo. Ja. Waarom ben je zo laat? Ja, de leverancier die had wat groenten ingeleverd. Dus mijn vader moest toch een hele nieuwe leverancier leggen en zo, vet veel gedoe. Misschien even boodschappen doen, maar ik ben er. Doe lui. De volgende dag is er commotie op het schoolplein. Gaat het? Wat is er gebeurd, jongens? Soraya, wat is er gebeurd? Hé. Hey. Niks. Soraya viel flauw. Ja, sorry, maar het was vet eng. Het is niet normaal dat je zomaar opeens flauw valt. Diabetes? Ja, welke diabetes? Dat schreef u in de mail die ik van u heb ontvangen. De mail? Welke e-mail? Ik heb helemaal geen e-mail geschreven. Heb jij dit gewoon verzonnen? Nou? Daar schrik ik toch wel een beetje van, hoor. U begon over die arbeidswet en ik kan er toch ook niet voor zorgen dat mama weer beter is en dat het restaurant dan wel weer normaal loopt. Oh, schatje. Waarom zeg je dan niet eerder dat je zo moe bent? We kunnen toch ook geen andere mensen in het restaurant krijgen? Dat is toch te duur? Ja, maar... Soraya heeft een behoorlijk zware tijd achter de rug en is om die reden een tijdje thuisgebleven. Ze heeft met haar ouders echter afgesproken dat ze vandaag weer voor het eerst naar school gaat. Iets waar ze niet bepaald naar uitkijkt. Oh, hey! Doe je? Nee, dank je. Okay. Oh nee, dat mag niet vanwege je diabetes. Oh wacht, Soraya, dat was nep. Ik heb echt tot 3 uur in de stad gehangen. Ik dacht dat de tijd niet langzamer kon gaan dan op school, maar dit duurde ook wel echt heel erg lang. Hey, Soraya, waarom was je er niet vandaag? Nou ja, je was er wel, want ik zag je natuurlijk, maar waarom ben je weggegaan? Het kwam niet door Avery, hoor. Al was die opmerking wel echt rolt. Maar ik voelde me eigenlijk ook gewoon niet zo lekker. Ik had een beetje last van hoofdpijn en misselijkheid. En toen heb ik mijn ouders gebeld. En die wilden eigenlijk dat ik nog een dagje thuis bleef. Dus vandaar. Maar morgen ben ik er wel weer. Dus dan zie ik je dan. Doeg! Dus je was helemaal niet op school? Dus ze hebben hier gelogen. Nee, je hoeft hem natuurlijk niet echt letterlijk verkering te vragen, maar gewoon dat ik weet dat als ik een verkering zou vragen, dat hij dan ja zou zeggen, snap je? Soraya is erachter gekomen dat ze Nick meer dan gewoon leuk vindt en vraagt Laila om hulp. We gaan zo meteen dus in groepjes van 3 aan de slag en ik wil resultaten zien, hè, aan het eind van de les. Ja, ga je gang. Zullen wij samen? Wat? Zullen wij samen? Nou, ik heb het eigenlijk al... Doe nou, kom op. Ik vind het trouwens echt super grappig dat ze sommige orkanen gewoon eigen naam geven. Stel je voor dat er bijvoorbeeld de Soraya-storm of zo zou zijn. Dat zou toch super grappig zijn? Ja. Zo. Ja. Ja, haar kriebelt best wel. Oh, sorry. Ja, nee, het is helemaal niet erg. Ik denk dat ik wel weet waarom hij niet wilde zoenen. Waarom dan? Nou, omdat hij op stoere meisjes valt. Hey, zullen we nog even in school kijken of Rick daar is? Je zegt net dat je het goed is als ik hem een weekendje... Hey, kom maar. Wat doe je nou raar? Wat... Ik snapte eerst niet zo goed waarom Laila zo graag naar binnen wilde, maar... toen ik me omdraaide, snapte ik het wel. Tuurlijk. Leek mij gewoon de beste optie. En dat Soraya zou zien dat ik met de andere meisjes zoen. En dan zou ze en niet meer verliefd op me worden en kunnen we gewoon vrienden blijven. Zonder dat het uit moet gaan en zo.